mandje vol met allerlei spulletjes. Onder andere ja, toch wat bordjes, maar vooral interessant vind ik de pijpenkopjes. En de stukken van het aardewerk wat hier toch allemaal terecht is gekomen. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaan we doen bij de opening, wat hopelijk toch eind september zal zijn. Gaan we een vitrine inrichten met alle spullen die hier gevonden zijn. En het is in de eerste plaats alles wat tevoorschijn kwam nadat de houten vloer is weggehaald. En dat was vooral veel geld, wat tijdens het collecteren waarschijnlijk naar beneden gevallen is. Uit welke tijden? En daar zit geld bij van voor de oorlog en van in de oorlog, het oude zinken geld. Vierkante zinken stuivertje zit eronder bij. En er zijn veel knopen gevonden van de kussens van de banken. Pepermuntjes, snoeppapiertjes, pennen. Nou, dat soort dingen is natuurlijk toch heel leuk om te laten zien. De zerken gaan doen, alle gestikkerde zerken, die worden weer teruggelegd. Dus de middenstukken krijgt zijn oude vloer terug. Maar er zijn heel veel zerken beschadigd, er zijn 2/3 vloer weg. Een deel daarvan kunnen we hergebruiken, een ander deel moeten we afdanken. En daar komen nieuwe zerken voor van dezelfde lithologie, van dezelfde gestikte. En we krijgen hier een vloerverwarming onder en dat betekent dus dat we 20, 25 centimeter van de bodem af zullen moeten graven. En ja, dat zand, dat hebben we al gezien, daar zit van alles in, dat moet gezeefd worden. En ik denk dat we sowieso al wat respect moeten opbrengen om alle botsfragmenten weer op het kerkhof terug te leggen. Maar er zullen ook potscherven en al dat soort dingen, nagels van doodskisten, al die dingen die komen weer tegen. We staan hier in Nederlandsberg? Het kerkje van Nederlandsberg, wat eigenlijk in oorsprong het oudste kerkje uit de hele regio is. Het is gesticht in voor 799, want toen is het, was het er al omdat het gegeven is toen aan de bisschop van Utrecht. En dat kerkje was natuurlijk niet van steen, dat van 799, dat was een houten kapel. En daar weten we niks van verder, niks van teruggevonden. Maar toen in de tweede helft van de 12e eeuw, toen is er een nieuw kerkje gebouwd. En dat was het nog huidige schip. Toen is dit niet de wand van het schip waar we hier staan. Het is een later bijgebouwde zijbeuk. Maar in dat oorspronkelijke wand van dat kerkje heeft dit kozijn gestaan. En dat is later dus in de 14e eeuw of zo verplaatst. En dat kozijn dat heeft dus een heel bijzondere tekst waar al eeuwenlang over getopt is om die te verklaren. En die staat hier, die kan ik niet lezen, maar ik kan hem, er is wel iets bekend dat zoiets moet zoiets betekenen. Dat niemand treedt deze hof binnen zonder te bidden voor, en dan staat er een naam in, dat is Elburga. En die naam die is nu door verschillende onderzoekers langzamerhand tot helderheid gekomen. Dat blijkt de grootmoeder te zijn van de Jutger. En de Jutger, dat was dat was degene die deze kerk heeft gesticht. Dus uit oude stukken van de Jutger is heel veel bekend. Die zijn stukken van die over hem geschreven zijn door zijn neef. Die zijn bewaard gebleven in de abdij van Weerden. En daardoor nog allemaal present. En we weten dus dat hij een kerkje gesticht heeft op zijn bezittingen, zijn familiebezittingen, die lagen hier. En in dat kerkje, dat werd gesticht in Wierinon. Dus heel lang is er discussie geweest, waar ligt nou Wierinon? Ik denk dat we nu, doordat we weten dat Elburga de grootmoeder van Liutge was, toch een grote... toch een grotere zekerheid hebben dat hier Wierinon was.
Nou heeft hij de oplossing van die tekst heeft best leuke gevolgen. Ten eerste weten we dus dat hier Werinon was. We weten dat hier, dat dit kerkje door Liutger is gesticht. En dat zijn twee dingen die eigenlijk in de historie al heel lang onduidelijk zijn geweest.